Een warme woensdagavond hier in de Drie Manen in Oudekerk aan de IJssel. En hier wordt eigenlijk de aftrap gegeven voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2022. Alle fracties zijn uitgenodigd om weer een keer live hier aanwezig te zijn. En zij worden meegenomen in de feiten en cijfers van 10 belangrijke onderwerpen die spelen in de Krimpende Waard. En dus ook van belang zijn voor de programma's van die politieke partijen. Wij spreken hier met een aantal presentatoren, gastsprekers, mensen die hebben deelgenomen aan het samenstellen van het rapport. We spreken natuurlijk ook de raadsleden, wat zij ervan vinden. En we nemen u graag mee in die onderwerpen die van belang zijn voor de komende jaren voor de Krimpende Waard. Voor de Griffie was dit een enorme uitdaging, denk ik, om dit bij elkaar te brengen. Jij als griffier bent er natuurlijk heel nauw bij betrokken. Maar hoe is dit precies tot stand gekomen, dit hele rapport? Eigenlijk in samenwerking tussen de gemeentesecretaris en de ambtelijke organisatie en de Griffie. De gemeentesecretaris weet en zei ook al tegen mij van ja, wij hebben een aantal jaren geleden bij de vorige verkiezingen hebben wij ook nagedacht over de vraag hoe kunnen wij nou zoveel mogelijk goede informatie naar de raadsleden brengen. Zodat zij op bij het maken van hun verkiezingsprogramma zich baseren op correcte gegevens. Want voor je het weet komen er allerlei rare dingen in die verkiezingsprogramma's terecht en dat wil je niet. En die ervaring maakte dat ik eigenlijk ook zei van nou, dat ben ik wel blij mee als we dat nu ook weer zouden doen. En dat betekent dat je vroeg in dat proces moet gaan nadenken op welke thema's je dat dan wil gaan zoeken. En ook moet nadenken over de vraag hoe willen we dat dan ook overhandigen. En hoe willen we eigenlijk dat die gemeenteraadsleden en die fracties daarmee ook op pad gaan en aan de slag gaan in hun verkiezingsvoorbereidingen. Dus de uitdaging lag in die zin vooral bij de ambtelijke organisatie. Want daar is natuurlijk door een groot aantal mensen hard gewerkt om al die feiten en cijfers op een rijtje te zetten. Maar daar kan Jurjan denk ik het best wat over vertellen. Als gemeentesecretaris ben je met heel veel dingen bezig. En dit was een van de projecten. Maar hoe belangrijk is het om zo'n rapport dan af te leveren aan de raadsfracties? Nou ja, het is heel belangrijk. Omdat de raad natuurlijk uiteindelijk bepaalt hoe het in de gemeente gaat. En ook het college, maar ook de ambtelijke organisatie waar ik verantwoordelijk voor ben. Wil natuurlijk de raad maximaal faciliteren. Om ook de komende 4 jaar weer zo goed mogelijk beleid vast te stellen. Dus als ze een goede basis hebben, dus de feiten en cijfers die we vanavond hebben neergelegd. Ja, dat helpt natuurlijk enorm om de komende 4 jaar weer een vliegende start te krijgen. Ja. En hoop je dan ook dat ze het zodanig oppakken dat er dus inderdaad een goed akkoord komt voor de komende 4 jaar? Wat zijn de thema's waar je zelf op hoopt, waar ze ja, echt hun tanden in zullen zetten? Ja, welke thema's is natuurlijk al heel snel politiek, maar in de Krimpende Waard heb je natuurlijk een aantal thema's die iedereen wel voelt. Hè? Als je het hebt over buitengebied en bodemdaling is echt zo'n thema waarvoor je zegt, ja, daar moet de raad echt voor de lange termijn iets mee doen. Als je kijkt naar wonen in relatie tot leefbaarheid in de kernen, voorzieningen. Ja, dat is een thema waar alle raadsleden wel gevoel bij hebben van, hé, daar moeten we iets mee. Je ziet dat bij sportverenigingen, winkels, het staat onder druk. Onze starters die we eigenlijk willen huisvesten hier. Ja, dat zijn thema's waar de raad ongetwijfeld zelf ook al over na had gedacht. En wij nu eigenlijk proberen daar met een onderlegger te zorgen voor in ieder geval de feiten. Een boeiende presentatie over het fenomeen raadsakkoord. De raadsleden zaten toch redelijk goed te luisteren. Kan je aan onze kijkers nog een keer uitleggen wat een raadsakkoord precies is? Zeker. In 2018 zijn er gemeenten die het anders zijn gaan doen na de verkiezingen en die niet hebben gekozen voor het traditionele coalitieakkoord, maar eigenlijk voor een raadsakkoord of raadsprogramma waarin ze niet met een select groepje partijen de agenda en de wethouders bepaalden, maar dat echt met heel de raad deden. En dat staat eigenlijk voor een raadsakkoord. En ik heb uitgelegd dat er verschillende mogelijkheden en varianten zijn van hoe je dat kunt inrichten. Nou kan ik me voorstellen dat een raadsakkoord kan werken in een kleine gemeenteraad. Het is hier een raad van 31 raadsleden. Die vraag werd ook gesteld natuurlijk. Is dat niet te groot om dan voor zoiets eventueel te opteren?
Nee, ik denk dat dat niet het geval is. Er zijn gemeenten zoals Rotterdam, maar ook Gouda, grote gemeenten die ook werken met een raadsakkoord. En zij doen dat niet op alle thema's, maar een aantal thema's. Dus ze hebben nog steeds een coalitie en een coalitieakkoord, maar daarnaast ook een aantal thema's waarin zij met heel de raad, maar ook maatschappelijke organisaties en burgers hebben gekeken wat zij willen. Ja. Dus eigenlijk zeg je, het is niet kiezen voor oppositie-coalitie of een volledig raadsakkoord met de hele raad. Maar er zijn tussenmogelijkheden eigenlijk. Op een bepaald thema, bijvoorbeeld de energietransitie, ik noem maar wat. Ja, zeker. Dus je kan dat op verschillende manieren invullen. En er zijn gemeenten die dat extreem doen. Die dus echt geen oppositie-coalitie meer hebben. En de wethouders die worden ook gekozen door heel de raad. En niet door alleen de coalitie. Maar er zijn ook gemeenten die kiezen voor een tussenvariant. Waarin ze nog steeds wel die coalitie en die wethouders hebben namens de coalitie. Maar ook thema's waarin ze samen aan de slag gaan. Ja. Ik ben benieuwd of de raadsleden wat opgestoken hebben van je. Nou, daar ben ik eigenlijk wel van overtuigd. Maar de vraag is natuurlijk, wat gaan ze er mee doen? We gaan het de mensen zelf maar eens vragen. Dank je wel voor je toelichting. Twee heren uit de oppositie op dit moment van de Krimpende Waard hebben net ook met grote interesse geluisterd naar de presentatie over het raadsakkoord. En ik begrijp, meneer Monet, dat dat in Schoonhoven ooit al wel eens geprobeerd is. Hoe is dat toen bevallen? Ja, we hebben een keer een raadsakkoord gehad. Dat was nadat een coalitie strandde. En dat heeft heel goed gewerkt. Wat je krijgt is, er zijn natuurlijk altijd incidenten waar de raadsleden niet over eens zijn. Maar wat je met zo'n akkoord krijgt is dat er minder crashes zijn tussen coalitie en oppositie. Dat valt eigenlijk weg. Het gaat er alleen nog om wie dan de wethouders levert. Ik vind dat niet zo belangrijk, als er maar goede wethouders zijn. En er zijn natuurlijk, het is wel lastig als je heel veel partijen hebt. En er zijn partijen, is het wel erg moeilijk om die mee te krijgen natuurlijk. Ik zou er een kunnen noemen, maar dat doe ik maar niet. Nee, dat was inderdaad mijn volgende vraag. Maar we zitten nu nog steeds met de 1,5 meter, dus het duurt even voordat ik de vraag kan stellen. Maar ik kan me zo voorstellen dat nu inderdaad met 31 raadsleden, dat het toch lastiger is om tot zo'n akkoord te komen. Los inderdaad van de grote verschillen tussen de verschillende partijen. Jan Verburg, hoe denkt u daarover bijvoorbeeld? Ja, Frank Monet zei daarnet, er zijn minder clashes tussen de coalitie en de oppositie. Het klinkt voor mij een beetje grijs. We leggen elkaar vast op bepaalde hoofdpunten. En daar moeten we dan hetzelfde over denken. Ik denk dat het voor de burger wel iets minder interessant wordt. Een beetje die reuring, zeg maar. Ja, je zit toch in het keurslijf. Niet van de coalitie dan, maar wel van het raadsakkoord. Dus ik zie ook wel een paar nadeeltjes. Het kan nog een leuke discussie worden dan in ieder geval. Het rapport hebben jullie net gekregen, dus daar konden jullie nog eigenlijk niks over zeggen. Die houden we te goed en dat komt later ongetwijfeld nog een keer aan bod. Ook hier bij ons bij RTV Krimpende Waard. Dankjewel en oriënteer je vooral verder. Het midden van deze sportzaal lijkt wel een meeting point voor verschillende politieke partijen. We treffen hier ChristenUnie en Partij van de Arbeid samen in gesprek over wat er gehoord en gezien is. Erik, als ik bij jou mag beginnen, wat heb je tot nu toe opgestoken van deze avond? Ik vond dat stuk over het raadsakkoord vond ik heel goed. Dus zeg maar een coalitieakkoord, niet alleen van coalitiepartijen, maar raadsbreed. Heeft zijn voor's en tegens. Of dat hij in de Krip en de Waard ook echt gaat werken, weet ik niet. Ik kan me herinneren dat in Bergambacht hadden we iets wat er in ieder geval heel erg op leek. Maar dan hadden we 5 partijen. En was de sfeer... Ja, Bergambacht deed het anders dan bijvoorbeeld weer een andere gemeente. En die bestuurscultuur, om maar even het toch wat overgewaardeerde woord langzaam te noemen, was toch wel best wel anders. Die hebben we in de Krimpende Waard niet. We hebben hier meer partijen, grotere raad. Ik heb het in een vraag vergeleken met een kruiwagen waar meer kikkers in zitten. Dus je hebt ook meer kans dat er een kikker uitspringt. En dat is goed recht. Iedereen, elke partij heeft zo zijn eigen profilering.
Maar ik denk dat als je met 31 raadszetels en zoveel partijen en tot een raadsakkoord wilt komen, dat je van tevoren al zo verschrikkelijk veel compromissen moet sluiten, dat je afvraagt hoe inhoudsrijk het eigenlijk wordt. Het idee is heel nobel. En als ChristenUnie proberen we in ieder geval niet alleen met coalitiepartners goede dingen voor elkaar te krijgen. Maar ik heb het genoegen gehad om al een aantal keer met Sandro, mijn buurman van de Partij van de Arbeid, een motie voor te bereiden. Op bepaalde thema's vind je elkaar. En het is sowieso gewoon ontzettend leuk om ook zeg maar even buiten je eigen coalitie te blijven kijken. Het is volkomen zinloos als je je opsluit in je eigen burelen. Dus, maar een raadsbreed programma, ik weet het niet. Het zou mooi zijn, maar of het haalbaar is, ik denk het niet. Dat over het raadsakkoord. En inderdaad, op thema's doen we het eigenlijk ook al. Er worden natuurlijk over en weer worden er moties samen aangegaan. Los van van die presentatie, het rapport wat jullie gekregen hebben, de feiten en cijfers. Er kwam ook een soort van huiswerkopdracht bij. Hè? Ga op de bank zitten, lees het aandachtig en doe er je voordeel mee. Hoe kijkt de Partij van de Arbeid daar tegenaan? Nou, wij zijn toevallig ook bezig met het verkiezingsprogramma. En wat we nu hebben gekregen, dat is hartstikke fijn. Ook grote dank aan de Griffie. We kunnen gaan kijken hoe de stand van zaken is. En in lijn met eigenlijk wat we willen. En dan kun je een beetje de balans opmaken. Wat moeten we eigenlijk aanscherpen in ons programma? Waar moet meer aandacht? En ik ben in ieder geval heel dankbaar en blij met het stuk. En ik zal het zeker met veel plezier lezen. En dan het stuk over het raadsakkoord. Kees, je loopt al wat langer mee in de hele politiek natuurlijk. Hoe kijk jij daar tegenaan? Raadsakkoord, maar ook de feiten en cijfers. Wat is in voor jou persoonlijk misschien? Het raadsakkoord kan goed werken. Want je kijkt eigenlijk naar wat zijn de overeenkomsten. En we kijken nu nog te vaak wat zijn de verschillen. We werken eigenlijk ook af en toe al met een soort raadsakkoord. Want de regionale energiestrategie doen we met z'n allen gezamenlijk. Nou, dat is raadsbreed dat je dat zo aanpakt. Dus wat dat betreft hebben we daar goede ervaring mee opgedaan. En dan kijken we zelfs nog over de grenzen van de gemeente heen. Dus dat is natuurlijk ook altijd heel erg mooi meegenomen. Maar je blijft natuurlijk ook altijd verschillen houden tussen de partijen. En dat is natuurlijk ook fantastisch dat dat zo is, want er is nog wat te kiezen. En dat is natuurlijk gewoon heel belangrijk, dat je kunt zeggen van kijk, daar denken we in dezelfde richting, maar dit zijn de verschillen. En dat zal zeker onze achterban ook heel erg graag willen zien, van waar staan jullie nu voor? Dus een duidelijke profilering eigenlijk richting de volgende gemeenteraadsverkiezingen, dat er ook voor de burger in de Krimpende Waard echt iets te kiezen valt. Dank jullie wel en ik wens jullie veel wijsheid. Ja. Prominent. Krimp aan de Lek ontmoet Schoonhoven eigenlijk hier in Oudekerk. Eigenlijk een beetje precies ertussenin. Een geanimeerd gesprek hadden jullie voordat wij al inbraken. Overeenkomsten en verschillen zijn genoemd. Maar hoe beleven jullie deze avond? Geke, als ik bij jou mag beginnen. Deze avond, ik vind het heerlijk om iedereen weer te zien. Gewoon fysiek, lijfelijk, gewoon met elkaar kunnen praten. En ook je politieke oneenigheden gewoon even voor het voetlicht te brengen. En dat vind ik heel belangrijk. Deze avond, ja, het is weer de herkenning van elkaar. En niet altijd naar de scherm zitten te kijken en alleen maar poppetjes te zien. Maar nu de echte mensen weer. Heerlijk. Ja. En los van het gezellige, maar inhoudelijk, voldoet het een beetje aan de verwachtingen die je had van tevoren? Nou, daar moet ik nog eventjes over nadenken. Want ik heb een heel mooi boek gekregen, daar ga ik thuis heel goed bestuderen. Dus waar alle grafieken in staan, dus, en daar kan ik echt wel wat uithalen. Nou, en voor de rest, ja, moet ik nog even alles laten bezinken van wat ik hier heb gehoord en gezien vanavond. Marco, geldt dat voor jou ook? Je kwam een beetje blanco misschien hier binnen, of wist je wat je te wachten stond, wat je zou krijgen? Goedenavond. Nee, eigenlijk niet. En dat vond ik een beetje jammer. Want we hebben inderdaad een heel mooi boekje gekregen met allemaal facts en cijfers. En daar kunnen we nu hier dus vragen over stellen. Maar als het nou zo slim geweest om een boekje even een week van tevoren te sturen, dan hadden we het al een beetje kunnen bekijken. En dan hadden we iets meer beslagen ten ijs gekomen. Maar het initiatief is leuk. En wat Geke zegt, we hadden binnen 4 minuten weer debat. En dat is gewoon leuk. Nee, maar dat heb je al die tijd dus gemist online. Want dan doe je je dingetje, maar je komt niet echt meer tot debat.
En kijk, en je kan het, dat is het leuke van politiek, dat je het echt met elkaar oneens kan zijn. En vervolgens dan ga je weer verder met leven. Dus helemaal mooi. En er zijn natuurlijk grote verschillen tussen Krimpanderlek en Schoonhoven. Dus dat is mooi. En toch zijn we één gemeente. Die verschillen tussen Krimpanderlek en Schoonhoven, daar gaan we het zeker nog een keertje over hebben. Maar ik denk niet in dit programma. Ja, ga vooral nog even rond. Het kan nog steeds. En lees je goed in. En we spreken elkaar later over wat het doet met jullie partij naar de verkiezingen toe. Dankjewel. Eén dingetje. Ja, dingetje nog. Marco en ik hebben afgesproken dat we elkaar op de hoogte houden van de gebeurtenissen in onze woonplaats. Maar ook de gebeurtenissen in heel de Krimpenerwaard. Want dat is ook belangrijk, hè Marco? Ja, zeker. Ja. Dus, en nog even over deze avond. We hebben allemaal hetzelfde boekje. En we gaan de verkiezingsprogramma's van maken. Maar ik hoop wel dat we allemaal wel de cijfers anders gaan interpreteren. Want anders dan krijg je 6 of 10 verschillende of dezelfde verkiezingsprogramma's. Dat moet je niet hebben natuurlijk. Maar de cijfers en de grond wat erin staat, de informatie, dat is fijn dat ze dat zo doen. De grieven, die is, complimenten. Ja. Een interessante avond, dat kunnen we in ieder geval wel zeggen. Er is veel huiswerk voor de verschillende raadsleden richting de verkiezingen in 2022. Gaan we voor een raadsakkoord of gaan we voor coalitie-oppositie? En wat moet er dan precies in dat partijprogramma? Een eerste aanzet is gegeven. RTV Krimpenerwaard gaat het natuurlijk volgen het hele jaar lang. En we komen daar heel graag weer bij u op terug. Voor nu, bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.